Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasign en Asta Casino. Welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie onder andere... Frank Dobbe moet met SEF winnen om Vege lijf te redden. Edmund Vriesde met HVV weer voor cruciaal competitieslot. Te Werven pakt tweede titel op rij. En de weekendvoorspellingen van Rob Blankenstein. In de tweede klasse C van het zaterdagvoetbal is het nog spannend boven en onderin. Dat betekent dat het duel tussen SEF en SVC 08 nog van groot belang is. SVC 08 moet winnen om kans te houden op de titel en hoopt op een misstap van Westlandia bij RCL. Terwijl SEF moet winnen om het vegenlijf te redden. SEF-trainer Frank Dobbe gaat er in ieder geval van uit dat het voor zijn ploeg zaterdag niet de laatste wedstrijd is. Nee, dat denk ik niet. Wij gaan ervoor om toch nog de na-competitie te halen. En dat kunnen we zaterdag bewerkstelligen. Wat voor wedstrijd verwacht Dobbe eigenlijk? Ja, natuurlijk verwachten wij een hele moeilijke wedstrijd. Maar je begint altijd weer met 0-0, zeg ik altijd maar. En de groep is strijdbaar op dit moment. Zaterdag na de wedstrijd nog een aantal jongens gesproken. En die gaan er toch echt alles aan doen om in ieder geval zelf een goed resultaat te halen. En dat kan een punt zijn of dat kan misschien 3 punten zijn. En dan is het natuurlijk nog wel afwachten van Bifair en Monster, tegen Monster. En natuurlijk GHC tegen KMD. SEF heeft dit seizoen veel te kampen gehad met schorsingen en blessures. Kan de ploeg komende zaterdag redelijk compleet verschijnen? Volgens mij wel van wat we hebben. Mis ik er 1 wegen vakantie. Pascal Wildenberg. En de rest is denk ik allemaal beschikbaar. Maar we hebben nog 4-5 dagen. Hè? Dus je weet nooit wat er gaat gebeuren. 2 kanshebbers dus nog voor de titel in 2C. Wie maakt volgens Frank Dobbe de meeste kans? Nou, ik moet natuurlijk zeggen Westlandia. Want dat betekent dat wij misschien een resultaat kunnen behalen. Ik heb ze allebei 2 keer gehad. En kijk, Westlandia is natuurlijk een zeer ervaren ploeg. En het gif zit denk ik meer bij SVC 08. Mocht SEF dit duel toch verliezen, wat betekent dat dan voor de club? De club SEF die wil graag een stabiele tweede klasse worden. We zijn 2 keer in de afgelopen jaren gepromoveerd naar de tweede klas. En ik denk de eerste keer kansloos gedegradeerd. Dus we willen er echt alles aan doen om in die tweede klas te blijven. En het zou heel vervelend zijn voor de club als we het niet gaan redden. En wat zou het voor hemzelf betekenen? Ja, voor mezelf natuurlijk ook. Dat moet je dan ook maar een beetje wegcijferen. Ik denk dat het eerst voor de club is en dan pas voor de rest. Frank Dobbe, lange loopbaan als voetballer. Daarna jaren trainer. Komend seizoen voor het eerst geen club. Ja, dat klopt. Het zij zo. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik niet heel hard op zoek ben geweest naar een nieuwe club. Ik zoek het op dit moment nog iets meer in de iets vrijere rol van misschien technische gebeuren ergens. Om iets meer vrijheid te hebben. Dat zal moeilijk zijn om na zoveel jaar nu niets te doen te hebben in de voetballerij. Dat realiseer ik me ook wel. Ik zit al een beetje te kijken. Zit ik straks dinsdag en donderdag op de bank thuis. Ik heb geen idee hoe ik daar op dit moment nu, hoe ik er nu over denk. Want ik heb het eigenlijk nog maar weinig meegemaakt dat ik dinsdag en donderdag thuis ben. Bij SEF gaan na dit seizoen redelijk wat spelers stoppen. Hoe ziet Frank Dobbe de toekomst voor de club SEF? Nou, de toekomst zie ik best goed hoor. Natuurlijk, er stoppen een aantal jongens. Dat zijn wel de iets oudere jongens. Het gros van deze selectie die blijft gewoon voetballen. Ik hoor toch alweer van Dennis dat er toch wel aardig wat spelers, tenminste aardig, er komen toch alweer wat spelers bij, wat van een goed niveau is. Dus ik zie ook volgend jaar gewoon wel weer een goed elftal staan hier. Ook in de zondag tweede klasse C is de spanning onderin te snijden. Handhaving hangt aan een zijden draad, maar trainer Edmund Vriesde, HVV heeft het nog steeds in eigen hand om zich ook volgend seizoen nog tweede klasser te mogen noemen.
Ja, in principe in eigen hand, maar het wordt natuurlijk wel moeilijk. Want we weten gewoon, we moeten winnen van Voorschoten. Nou, dan komen we inderdaad gelijk in punten. Vervolgens volgt dan nog een keer een beslissingswedstrijd, wederom tegen Voorschoten. En die moet uiteindelijk ook gewonnen worden. En dan pas speel je na competitie. Dus we weten dat we in ieder geval nog 2 wedstrijden moeten winnen. Om in ieder geval in die na-competitie te willen komen. Vorig seizoen wist HVV zich ook pas in de laatste wedstrijd veilig te spelen. Een duel in Delft met een heel vreemd scoreverloop. Wat weet Fries nog van die partij? Ja, dat eigenlijk aan het eind van de wedstrijd dat we ons eigenlijk een beetje schaamden natuurlijk. Hè. We kwamen erin doordat we uiteindelijk tegen RVC in de laatste minuut die tegengoal kregen. Dat was eigenlijk al een teleurstelling, want toen dachten we eigenlijk dat we er waren natuurlijk. Vervolgens moet je dan inderdaad nog die beslissingswedstrijd spelen. Nou, het was uiteindelijk een campinghelftal. En de eerste helft was ook helemaal niks aan de hand. We speelden gewoon goed. We maakten 2-0. Het had misschien wel 3-4, 5-0 moeten zijn. En dat zeiden we ook in de rust tegen elkaar. Van jongens, maak het af. En dan gunnen we iedereen nog een kans. Ja, in die wedstrijd die het kant op de een of andere manier. Het werd 2-2 en 3-2 en 3-3. Nou, toen liepen we gelukkig uit naar 5-3. Maar dat kwam weliswaar door 3 rode kaarten uiteindelijk bij hun natuurlijk. En toen werd het 5-4. Dus ja, de ontlading was ook niet zo groot. Omdat iedereen wel zoiets had van oké, we hebben het gered. Maar wat hier gebeurd is vandaag was eigenlijk een schande. HVV begon dus toch weer in het nieuwe seizoen als tweede klasser. Wat waren de verwachtingen vooraf? Nou ja, goed, we zijn heel reëel geweest. Hè. We wisten dat er 7 mensen weggingen van het elftal. Toen in de voorbereiding gingen nog eens 3 weg. Dus we hebben gewoon gezegd, joh, de doelstelling moet zijn die 10e plek. En daar gaan we voor. Maar we wisten dat het ook wel eens tegen kon zitten. En dat natuurlijk die na-competitie ook wel een reële optie was. Ja, en als het echt tegen zit, kon ook degradatie. Dat wisten we van tevoren. Nou ja, goed, dat is ook uitgekomen. Ik blijf zeggen dat we ook dit jaar heel veel pech hebben gehad. Maar ik durf wel te stellen dat we na een competitie dus misschien wel reëel. Zondag komt Voorschoten 97 op bezoek op de Diepput. Eerder dit seizoen werd uit de wedstrijd verloren. Volgens mij was het was 2-1 inderdaad. Ja, eigenlijk was de eerste helft waren we oppermachtig en hadden verschil moeten maken. Ze kwamen volgens mij in de 38e minuut kwamen ze 1 keer voor onze goal en toen scoorden ze meteen. De tweede helft hebben ze eigenlijk niet meer gevoetbald. Ze maakten heel gauw die 2-0. Ja, wij drongen aan, maar waren ook onmachtig. Scoorden op laatst nog 2-1. Ik vond het zwaar onverdiend. We hadden dik en dik moeten winnen in mijn ogen. Ja, dat kan ons nu wel eens duur komen te staan. Afgelopen weekend tegen DOS R uit stond HVV met 1-3 voor. Toch werd het nog 3-3. 2 punten weggegeven? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik bedoel, op basis van de eerste helft vond ik dat we terecht voor stonden. We waren wel heel erg effectief met onze kansen, dat moet ik wel zeggen. Maar zeker de tweede helft hing op een gegeven moment wel een doelpunt van in de maak. En toen op een gegeven moment 3-3 was, had ik het gevoel van nou, als hij een ploeg gaat winnen, dan zou het wel eens DOS R kunnen wezen. Dus uiteindelijk ben ik wel tevreden met een punt. Wat voor wedstrijd verwacht Edmund Vriese op de tweede Pinksterdag tegen Voorschoten 97? Ik verwacht dat Voorschoten weer hetzelfde spelletje gaat spelen als de eerste wedstrijd. En dat ze eigenlijk hier komen voor echt een punt. Daar hebben ze ook genoeg aan. Ja, en ik hoop eerder dat wij inderdaad zoveel offensief er tegenover kunnen brengen. Dat we gauw op voorsprong kunnen komen. Dat ze uiteindelijk ook uit de schuld moeten komen. En dat het toch nog een soort open wedstrijd wordt. De volledige interviews met Frank Dobbe en Edmund Vriese zijn vrijdag te zien en te horen op onze website haaglandervoetbal.nl. Warm weer in Poeldijk. Verburg tegen Te Werven. Het duel waarin de Rijswijkers de titel kunnen pakken. Een relaxte warming-up. En ook een positiespelletje. Trainer van Oostrom Soede, toch een beetje nerveus? En dan in de kleedkamer. Wat gaan we dan doen vandaag? Winnen! Wat worden we? Kampioen! Wat worden we? Kampioen! Oké, kom. Vlak voor de wedstrijd. De TOS, kaartjescontrole en allemaal een prettige wedstrijd. En dan gaat het ineens mis voor Te Werven. Verburg komt knap op een 1-0 voorsprong.
Terwerve stelt echter orde op zaken voor rust, de gelijkmaker en zelfs de 2-1 voorsprong. Vlak na rust weer een geniaal moment van Lovett Felicia, 3-1, het duel op slot. Het werd ook nog 1-4, ja, en daarna de vreugde. Ik wens jullie heel veel succes in de tweede klas. Jullie zijn ambitieus, heb ik gelezen. Dus we gaan nog van jullie horen. Ik heb voor jullie allemaal een medaille en ik begin met aanvoeren. Ik heb op voorhand wat laten maken. Volgende week komen de echte schalen. Maar ja, ik wist niet of de KVB medaille zou nemen of een schaal meegenomen. Maar de medaille is, ik ben heel blij. Sakka, we hebben hier een klein dingetje, wil ik jou even overhandigen. En een beker laten maken. Dat is in ieder geval nu, maar voor volgende week komt het te Deggie. Gefeliciteerd, boys. Huip, kampioenschap, eindelijk een feit. Wat dacht je het begin van de wedstrijd? 1-0 achter, het gaat toch niet weer gebeuren? Nou, ik was ervan overtuigd, ik ben de hele week al mee bezig dat we echt kampioen zouden worden. Het kan daar gewoon niet meer misgaan. Ook de manier waarop ze dan getraind hebben, het is misschien cliché, maar de spanning was de adrenaline, we hebben het op scherp gezet. Ja, het kon gewoon niet meer misgaan, joh. Kijk, en dan zeggen ze, Verburg ze angstkeken. Nee hoor, we wisten hoe ze moesten bespelen. En ja, je hebt het gezien, we hebben het gewoon echt keurig uitgespeeld. Voetballen was je gewoon veel en veel beter. Maar ja, dan valt die 1-0. En blijven geloof in houden. En ook aan de jongens gezegd, let op wat ik gezegd heb. Blijf bewegen. Nou, het is gewoon heerlijk om weer een kampioenschap te hebben. We hebben een jaar gepromoveerd met andere clubs. Nou, het is beter kan niet, toch? Kroon op het werk. Goed, en dan heb je natuurlijk ook een man in het team lopen, die Lovett, die wel heel erg makkelijk scoort. Ja, dat klopt. Ik doe het voor het team, maar doelpunten meenemen is altijd mooi meegenomen. Zo winnen we uiteindelijk toch. Maar goed, kampioenswedstrijd spelen en dan zo vaak het net treffen, dat is wel lekker. Ja, dat is zeker wel lekker. Maar nogmaals, ik doe het voor het team en ik wil dat het team namelijk kampioen wordt. Dus het draait niet alleen maar om mij. Wel iets moois ook nog in je handen, speciaal voor jou? Yes. Het is een mooie bloem. Ik bedoel het schildje? Oh, het schildje, ja, heb ik net meegekregen van... aanvoerder van mij om dit te laten zien aan de camera. Volgend seizoen, tweede klas. Dan ga je nog meer met voetballen meetellen. Ja, klopt. En nogmaals, het gaat niet alleen maar om mij. Ik doe het voor het team. En ik wil zo snel mogelijk het team naar de eerste klasse brengen. Het is nog wat huip. Gelijk druk wordt er gelegd. Die gaat naar de tweede klas. Een van je spelers zegt, we moeten gelijk naar de eerste klas. Nou ja, dat is eigenlijk ook de doelstelling die wij zelf hier uitgesproken hebben. Het was 4 jaar na de tweede klas. En nu realiseert in 2 jaar. We hebben gezegd met de staf, ja, dan gaan we binnen 2 jaar maar naar de eerste klas. Nou, de mogelijkheden zijn daar. Je hebt al zelf in de voetbalwereld gezien dat er een aantal jongens komen. We zijn nog niet klaar met een aantal jongens die hier zijn, die mogen blijven. Nou, dan moeten we het gewoon weer gaan doen. En niks is mooier om voor resultaten te spelen, Tom, dat weet je. En het is heerlijk om altijd bovenaan te staan. En ja, daar leef je voor. En, dacht je vorige week niet, jullie stonden met 3-0 voor, het werd nog 3-3. Ja, met angst en beven afwachten wat de concurrent dat doet. Maar gelukkig, die verliest dan ook nog een keer. Nou ja, ik had Piet uitgebreid gesproken en ik weet dat Honsensbijk wel ook een akkefietje had gehad met die Hagen. En het was ook een kwestie van gunnen en die jongens wilden gewoon winnen. Maar ze moesten ook spelen, want ik heb nu waarschijnlijk ook voor Honsensdijk iets goeds gedaan, mits ze gewonnen hebben. Want als wij zouden winnen en hun zouden winnen, dan hebben hun een derde periode. Dus ja, voorwoord hoort wat. En ik ben heel blij dat die Hagen het laten liggen heeft. Maar uiteindelijk, joh, wij hebben het gewoon op eigen kracht gedaan, ondanks veel wisselvalligheid. Ja, weet je, Ton, ik moet er maar gewoon van genieten. En volgend jaar maken we weer een mooi nieuw team. En we gaan weer meedoen voor het kampioenschap. 1000%. Lovett, je weet wel wat feest is, hè, na een kampioenschap. Ja, zeker. We gaan genieten nu. En dadelijk ook. Maar volgende week is het echt feest. Op ons eigen club. En ja, dan gaan we gewoon uit ons dak. Wat zijn we weer? Kampioenen! 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 Tot zover de reportage over kampioen te werven. De laatste complete competitieronde staat het Pinksterweekend te wachten. Er moeten nog enkele belangrijke beslissingen vallen, zowel boven als onderin.
Een vooruitblik met de 5 voorspellingen van Rob Blankenstein. We beginnen op zaterdag een topper in 1B, FC Schravenzande tegen Argon. Laatste competitieronde en in de eerste klasse B wordt het bijzonder spannend komende zaterdag in Schravenzande. Koploper Argon komt op bezoek. Argon heeft genoeg aan een gelijkspel. Schravenzande moet winnen, de ploeg van Frans Daan, dan zijn ze ook kampioen. Ik heb er wel vertrouwen in, ik houd op het 1. Een klas lager, RCL Westlandia. Ook een wedstrijd waar het om gaat in die tweede klasse C. Koploper Westlandia gaat op bezoek bij RCL. Datzelfde RCL krijgt natuurlijk afgelopen zaterdag een aardig pak slag bij SWC 08 met 4-0. Hebben toch wel belang, want die moeten ook punten pakken om in ieder geval mee te kunnen doen aan die nacompetitie. Westlandia veel routine in de ploeg, onder andere met Jasper van Dijk en Van Schie. Dus ik hou het op een tweetje voor de ploeg uit Naaldwijk. Een duel in de derde klas tussen Semper Altius en SV Honselersdijk. Ook een wedstrijd waar het om gaat, weliswaar op een lager niveau, derde klasse. Honselersdijk nu in bezit van die derde plaats in de reguliere stand. Als die vasthouden, dan mogen ze meedoen aan de nacompetitie. Semper Altius moet ook punten pakken. Willen ze nog enigszins zicht hebben op behoud van de derde klassenschap, zal dan weliswaar wellicht via de nacompetitie gaan gebeuren. Ik schat de ploeg van Piet Boon toch hoger in. Ik houd op een 2. Dan op zondag. HVV tegen Voorschoten 97. Een wedstrijd in die tweede klasse waar het ook om gaat. Voorschoten die heeft genoeg aan een gelijk spel om in ieder geval mee te mogen doen aan die nacompetitie. HVV moet winnen. Verliezen ze, dan zijn ze gedegradeerd. Als ze winnen, dan krijg je nog een keer een wedstrijd van HVV tegen Voorschoten. Maar dan om te bepalen wie er rechtstreeks gaat degraderen. Gezien thuisvoordeel hou ik het op een 1. En tenslotte ODB tegen Concordia. ODB Concordia in die derde klasse. ODB kan mee gaan doen aan die nacompetitie als ze de plek die ze nu innemen in de reguliere stand vasthouden. Concordia is min of meer uitgespeeld in de zin van dat ze in ieder geval zekerheid hebben voor de nacompetitie. Gezien dat feit hou ik het op een overwinning voor de ploeg aan de Albedastraat, oftewel ODB een eentje. Tot zover Haaglanden voetbal vandaag. Morgen kunt u kijken naar Haaglanden voetbal aan tafel. En donderdag dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Haaglanden voetbal vandaag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Alba Sign en Asta Casino.